Yo mensen, fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we eens gewoon lekker, maar ook gewoon lekker praten met jullie. En waarover ik het vandaag wil hebben, het is namelijk een korte update video. Want de laatste tijd weet ik eigenlijk niet meer wat ik moet gaan uploaden. Dus mijn vraag aan jullie is... Wat willen jullie graag zien? Ik heb het ook al op Twitter gezet, dus je kan me ook volgen op Twitter. Maar daar is wel veel reactie op gekomen. Maar ik wil het ook eens weten van de mensen die op YouTube kijken. Dus, laat me weten sowieso in de reacties wat je wilt zien. Het mag een let's play zijn. Bijvoorbeeld, wat komt er binnenkort uit? Ja, Spider-Man is nieuw. Binnenkort komt Just Cause 4 nog. En dat soort dingen. Gewoon let's play. Een verhaling die ik kan gaan uitspelen voor jullie. Wat, of willen jullie een multiplayer game zien? Natuurlijk komt Black Ops 4 12 oktober eraan. Battlefield komt een maandje later. Dus die kan ik ook zeker gaan spelen. Maar ik speel ook niet alleen op de PS4. Veel mensen weten het niet. Maar ik speel ook gewoon op de PC. Dus ik kan ook gewoon PC games spelen. Ik speel City Skylines en al dat soort dingen. Dus als jullie dat willen zien, laat het me sowieso weten. En ja, laat me gewoon weten wat jullie willen zien. En dan kan ik het voor jullie gaan uitvoeren. Maar ik zit echt in een moment van... Wat kan ik gaan uploaden? En ik weet het totaal niet. De laatste tijd waren het veel Black Ops 3 video's. Omdat ik het gewoon het makkelijkste vind om op te nemen, eerlijk is eerlijk. Maar ik wil ook veel andere dingen. Willen jullie echt iets van compilaties zien? Willen jullie een praatvideo zien? Een top 10 of zo? Kan allemaal. Ik wil eigenlijk alles eens testen. En misschien vind ik de ene video's om op te nemen wel leuker dan de andere. En daarop kan ik dan gaan voortopbouwen, snap je? En ja, ik heb gewoon die inspiratie nodig. Maar echt iedereen sowieso nog bedankt. Voor alle support die ik kreeg. Waar we zitten bijna op de 17k. En dat vind ik wel best heel chill. En daarvoor wil ik ook iets gewoon terug doen. Dus ja. Op 6 en 7 oktober natuurlijk. Is het Versloek Festival in Utrecht in de jaarbeurs. En daar ga ik ook gewoon naartoe. Dus als jullie eens willen praten met me. Willen foto nemen of iets, in die richting. Dat kan dat zeker op het First Look Festival. Het enige wat je moet doen is gewoon de kaartjes kopen. Want je kan er niet gratis naar binnen. Ik denk één dag ticket dat het €20 is. Wil je heel weekend gaan, dan is het 35. Ik denk zoiets. Ik zal wel een link in de beschrijving zetten. Zodat jullie makkelijk gewoon naar de kaartjes kunnen. En ja, jullie kunnen dat gewoon ontmoeten. Ik ga dat samen zijn met Linda. Met Jan en met andere mensen. Dus ik zal waarschijnlijk daar een beetje rond gaan zwerven. Rond die stand. En misschien kunnen we ook eens gaan gamen. Want Versloek, je kan daar gamen. Je kan daar meetings doen. Er zijn optredens. Ja, het is gewoon echt vet om naartoe te gaan. Ja, en dan was het eigenlijk een beetje rond de Versloek. En dan had ik nog één onderdeeltje. In mijn beschrijving. Dat is gewoon nieuw. Vind je nu ook... Allemaal linkjes. En die linkjes zijn allemaal spullen. Headsets, computermuizen, beeldschermen, noem maar op. Alles, dat zijn linkjes naar de website bol.com. En jullie weten, bol.com is een wel betrouwde website. En ja, als je op die link klikt, ga je naar het artikel. Het artikel staat er ook altijd naast de link wat het is. En die kan je dan gaan bestellen. Zo kan jullie ook weten wat voor gaming gear ik gebruik. En ja, dat was het dan een beetje. Ik zit letterlijk nu in Fortnite. Dus ik ga zo meteen Fortnite opnemen. Het is nu 1 uur en 47 minuten. Dus op 26 september. Dus ja, eigenlijk gewoon vandaag als die online komt. Dus ja, dat was het een beetje. Ik heb het over First Look gehad. Ik heb het over bol.com gehad. Ik heb het over wat jullie willen zien. Je kan me zeker ook altijd volgen op Instagram. Want die gaat ook de laatste tijd hard. Ik probeer echt meer dingen daarop te zetten. Het is niet altijd even handig. Maar ja, iedereen sowieso bedankt voor het supporten. Geef deze video ook zeker een duimpje omhoog. Laat me sowieso de reacties weten. Wat jullie willen zien. Kan Q&A zijn. Kan van alles zijn. Dus
Ja, iedereen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.